Voor NAC staat Jong PSV er op het programma. Dat moet toch een leuk duel blijven voor jou? Ja, zeker. Het is een leuk duel. Het is tegen ex-club. Ik heb er 10 jaar gespeeld. Dus je had wel met een bepaald gevoel die wedstrijd in. Ja. Is het dan ook een week lang spanning in huizen, Rommens? Ja, dat valt wel mee. Maar ik denk vanaf vandaag en vanaf morgen zal die spanning wel een beetje toenemen. Maar ja, als de wedstrijd begint, ja, dan is er wel volle focus. Ja, want jouw broer speelt op het middenveld bij Jong PSV. Heb je te veel met hem over? Spreken jullie daarover? Of is het meer een onderwerp wat je het liefst wil vermijden misschien? Over de wedstrijd zelf, daar praten we niet veel over. Want ja, hij weet ook niet of hij gaat spelen. Want er komen misschien wat spelers van het eerste terug. En ja, ik weet natuurlijk ook niet of ik ga spelen. Want dat horen we pas ook vandaag. Over de wedstrijd zelf is er nog niet echt veel gezegd. Maar dat zal misschien vanaf vandaag ook wel gebeuren. Even terug naar jouw rol als middenvelder. Merk je een verschil? Want je hebt het eerste seizoen zelf ook regelmatig op middenveld gespeeld. Merk je een verschil in jouw rol als middenvelder onder Stijn Vreven? Ja, ik denk nu dat de trainer ook meer verwacht dat ik ook in de 16 kom en bijsluit bij de spitsen. In de eerste helft van het seizoen heb ik daar meer in de controle gespeeld. Dus dat is wel een groot verschil. Het is dus voor mij wel duidelijk wat de trainer van mij wil. En dat is ook alleen maar goed. Als je dan in het veld staat, dan weet je wat je moet doen. Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is met de eerste helft van het seizoen en de tweede helft van het seizoen. NAC staat voor een belangrijke week. Maandag Jong PSV, vrijdag Volendam. Laten we even op Jong PSV richten. Wat zijn nou de speerpunten die we van NAC mogen verwachten? Waar je echt progressie in kan boeken ten opzichte van misschien RKC? Ja, ik denk dat we vooral moeten zorgen dat we de goals gewoon niet te makkelijk weggeven. Wat misschien in de laatste wedstrijd wel gebeurde. En daarvoor deden we het eigenlijk echt heel goed. Dat we bijna heel moeilijk goals weggaven. Dus daar zullen we morgen op moeten letten. En natuurlijk ook gewoon ons proberen een goed spel op de mat te leggen. En goals te maken, dat is het belangrijkste, denk ik.